We gaan naar Dirk Veenstra op de beurs. Dirk, neem ons even mee. Wat gaat er nou precies allemaal mis in Argentinië? Nou, best veel de laatste tijd. Dan heb ik het niet over het weer, maar heb ik het wel over de economie inderdaad. Laat ik het heel simpele woorden uit proberen te leggen wat er mis is. Het land geeft te veel uit. Het heeft dus meer uitgaven dan inkomsten. Dan heb je dus een begrotingstekort. Het land importeert meer dan het exporteert. Dan heb je dus een handelstekort. Nou, die tekorten moeten worden gefinancierd. Dat was niet zo'n probleem, maar er was geld genoeg in de hele wereld. Dat stroomde naar Argentinië toe. Maar nu ineens hebben we een probleem, want de peso daalt. De Argentijnse lokale munt, de peso, is fors in waarde gedaald. Die zei het al, zo'n 25%. En dat ziet er dan inderdaad zo uit. Kijk mij naar de grafiek van de peso alleen dit jaar dus al. Vergeleken met de dollar verliest hij zo'n 25% in waarde. En als je dan weet dat veel van de Argentijnse schuld of de tekorten zijn in dollars, ja, dan heb je ineens een groot probleem. Dan worden eigenlijk door die daling van die peso die schulden onbetaalbaar. Dan heb je dus heel gauw dus een steun of een extra lening nodig, in dit geval van het IMF. Oké, en waar komt die daling van die munt dan door? Wat is de reden? Nou, dat is de enige tijdens de zwakheid van de Argentijnse economie. Beleggers zien dat en kiezen het hazenpad. Anderzijds is het ook de kracht van bijvoorbeeld de Amerikaanse economie. Die groeit als een tierenlier. De rentes gaan daar omhoog. En vooral dat rente, die oplopende rente in de VS, zorgt ervoor dat dat een hele veilige en betrouwbare en goede belegging kan zijn. Nou, sowieso centrale banken wereldwijd trekken zich een beetje terug. Dus er zal de komende tijd ook minder geld beschikbaar zijn voor, maar ja, om een gokje te wagen in een opkomend land. Dat zorgt voor die daling van die peso. En die wordt misschien dan wel nu gestut. De markt is nog niet open, kan niet zien wat er nu gebeurt met die peso. Maar ik hoop dat die val een beetje gestut kan worden. Dat er vertrouwen terugkomt. Dat Argentijnen in ieder geval de korte termijn hun problemen kunnen oplossen. Ja, het IMF heeft ze al eerder geld geleend. Toen moest er ook bezuinigd worden. Waren die bezuinigingen dan niet genoeg? Of hebben ze juist verkeerd uitgepakt? Of hoe moet ik dit zien? Nou ja, bezuinigen doet altijd pijn. Dat is het probleem natuurlijk met bezuinigen. Dat weten we ook alles in Nederland van de afgelopen tijd sinds de grote recessie hier 2009-2010. Griekenland kan erover meepraten. Het verschil met Argentinië natuurlijk is dat daar nu, dan wel nu tenminste, een nieuw begin kan worden gemaakt. De afgelopen jaren is er met de pet naar gegooid in Argentinië. Het beleid van de overheden voor deze huidige president Macri was om geld te drukken, om daarmee de problemen op te lossen en de bevolking om te kopen. Dat heeft nu een einde gevonden, in ieder geval. Gelukkig maar. Vandaar ook het vertrouwen van het IMF in deze nieuwe president om hem zoveel geld te lenen om orde op zaken te stellen. Kijken of het ook resultaat gaat hebben. Nogmaals, de markten zijn nog niet open. Maar het moet wel haast wel leiden tot in ieder geval stabilisatie van die Argentijnse munt.